Welkom op deze fantastische heugdelijke middag, ter ere van Hermans 85ste verjaardag. Ik vind het ongelooflijk leuk dat jullie er allemaal zijn. En bij het vorige feest, 5 jaar geleden, liep alles samen. En wij vonden het ongelooflijk leuk om nu voorafgaand aan het feest, dat zo meteen om 5 uur begint, ook een reunie te organiseren. En wij zijn ontzettend verheugd over dat jullie hier allemaal zijn. Collega's, oud-medewerkers, vrienden, familie, iedereen van harte welkom. Het was in de herfst van het afgelopen jaar dat Herman en ik in de auto zaten. We gingen naar de IABR in Rotterdam, internationale architectuur tentoonstelling. De internationale architectuur Biennale Rotterdam, zo moet ik het zeggen. En we draaiden van de A10 de A4 op en Herman zei, ik wil ze gewoon nog een keer zien. En dat werd een heel gesprek tot aan Rotterdam, waarin wij bedachten dat het leuk was om de 85ste verjaardag weer groots te vieren, maar dat we daarvoor een reunie zouden organiseren waar iedereen die van belang is geweest. Die een belangrijke rol heeft gespeeld in het werkzame leven van Herman. En ik kan jullie vertellen, hij werkt nog steeds maar 4 dagen in de week, maar hij is nog steeds 4 dagen in de week op bureau. En dat zijn, jullie zijn medewerkers, oud-medewerkers, mensen met wie hij boeken heeft gemaakt, met wie hij films heeft gemaakt, tentoonstelling van alles. We hebben alleen nog 400 oud-medewerkers in het bureau, dus we konden niet iedereen uitnodigen. En uiteindelijk hebben we helemaal niet meer afgesproken dat we gewoon intuïtief de lijst afgingen. En hier kunnen maximaal 100 mensen in. En dat is ook, als de mensen daar zitten, ook nog aan willen gaan zitten. Dus dat is ook gelukt. Het programma is als volgt. We hebben 4 korte verhalen. Ik zal zo meteen iets vertellen. Daarna komt Ilko van Wely. Directeur van NAI 010, de opvolger van Hans. Hè? Waar zit je? Ja, Hans Olderwarris. Daarna komt Floris Alkemade, onze energieke Rijksbouwmeester. En uiteindelijk zal Herman nog wat zeggen en dan gaat het feest beginnen. En dan gaan wij terug naar de binnenplaats en wordt het gewoon een groot feest. Jullie zien hier mijn eerste architectuurfoto. Ik ben uit het jaar van Madeleine. Madeleine is nu hier directeur academie. Nogmaals ontzettend bedankt dat wij gebruik mogen maken van jullie fantastische locatie in het gebouw. Madeleine en ik zaten in 84 in de collegebanken en werden ingewijd in de architectuur. En dat had tot gevolg dat ik met de camera van mijn moeder in de herfst of in de winter, het zal wel winter geweest zijn, toen sneeuwde het nog, naar Amsterdam ging. En dit was het eerste gebouw wat ik zag. Het stond toen nog in een lege vlakte. Als ik nu vanuit mijn woning 's ochtends vroeg wegga, dan kun je zien dat de congestie in Amsterdam-Zuid al behoorlijk heeft toegeslagen. Isaac Salomons was onze eerste architectuurdocent, die wijdde ons in de architectuur. En zoals het in Delft ging, dat begon in 1920 en alles daarna. En dat was dus onder andere een duiker met de openluchtschool heel erg belangrijk. Filmrollen waren nog heel duur, dus ik maakte 1 foto per project. Dat is later wel anders geworden met de digitalisering. Maar het derde project wat ik bezocht was de Apollo-school van Herman. En ik was daar zeer van onder de indruk. Dat raakte mij enorm. Het was net 1 jaar opgeleverd. En vooral de ruimtelijkheid binnen vond ik super en voor mij was dat echt architectuur. Onze generatie, en er zitten er meer in de zaal, hadden te maken met een faculteit die bestond uit ongeveer 3 polen.
De eerste kun je noemen de rationaliteit, of rationalisme, van Alexander Tsonis, Karel Weber, en die vonden dit de meest ideale architectuur. Dat is een gebouw van Rossi en dat trok mij totaal niet, dus dat viel af. De andere pool was, wat ik dan maar de spectaculariteit noem, van Rem Koolhaas. Die had toen een tijdelijke hoogleraar aanstelling, had prachtige colleges. En maakte deze Villa Dalava, waar de superpositie en de gelaagdheid, het superponeren van verschillende lagen, en ook een soort surrealisme hun intrede deden in de architectuur. Hij kende natuurlijk zijn klassiekers. Dit is een modefoto van de Franse fotograaf Guy Boudin. En daar, met dat soort beelden kwam Koolhaas, die haalde veel meer architectuur in dan alleen de standaardarchitectuur. Maar we hadden ook, de laatste pool was van de polyvalentie. En daar voelde ik me uiteindelijk het meest door aangetrokken. We kennen allemaal dit dictaat en deze icoon in Hermans gedachtegoed. De Apollo-scholen dus. Als we kijken naar het structuralisme, dan nemen de Apollo-scholen in mijn ogen een hele bijzondere positie in. Het structuralisme van de burgerwezens, van Alder van Eyck, heeft de metafoor gebouw als stad. Alleen was die stad wel heel plat en had eigenlijk geen ruimte. Er waren een heleboel uitdagende plekken, maar het was niet echt een heel erg ruimtelijk gebouw. Het was echt een platte stad. Met allemaal dit soort plekken waar kinderen dan ook met een kolom konden spelen. En Herman heeft dat natuurlijk overgenomen. Hier is de knuffelkolom van de Apollo-scholen. Kolommen zijn, zoals jullie weten, heel belangrijk in het werk van Herman. Maar het bijzondere van de Apollo-scholen is de enorme ruimtelijkheid. Hier werd het structuralisme, de polyvalentie, ruimtelijk. En dat vind ik een bijzonder moment in de architectuur. En in de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur. Hier zien we een plaatje van de opening. We zien links Hein Salomonsson, Jan Rietveld, Alder van Eyck, Alexander Bordon. De man links van Herman kennen we niet. En Herman, 34 jaar jonger dan die vandaag is. Maar we kennen natuurlijk ook de Apollo-scholen allemaal vanwege de introductie in de Nederlandse scholenbouw van de tribunetrap. Tegenwoordig staan ze in de PVE, maar ze worden. Dit is toch de eerste in Nederland die gemaakt is, trendsettend. Wat ik bijzonder vind, is dat OMA in mijn ogen, volgens mij heb jij daar nog aan gewerkt voor, dus ik heb geprobeerd in SNL de lijntjes te volgen. Dat was vrij lastig, maar volgens mij kwam er ook eentje bij jouw naam uit. Wat ik bijzonder vind aan het Bibliothèque Sujeux, dat is een prijs die jullie gewonnen hebben volgens mij, maar uiteindelijk niet gerealiseerd is, is dat die polyvalente ruimte, dat een landschap geworden is. Dus eigenlijk is dat nog een versterking van het gedachtegoed van Herman in mijn ogen. Bij Herman is de functie en het programma zijn nog één. En hier zien wij volgens mij een gebouw dat zich emancipeert van zijn programma. En programma en gebouw zijn eigenlijk twee verschillende entiteiten geworden. Dat vind ik een heel bijzonder moment in de architectuur. Wij hebben onlangs alle getekende tekeningen naar het HNI gebracht. Dus alles wat jullie, ik weet het in de zaal, maar heel veel mensen zullen nog achter een schot gestaan hebben. Alle kokers zijn nu opgenomen in het permanente archief van het HNI, maar ook de maquettes. En dat is allemaal keurig daar gebracht. Dat is het depot naast de vanillefabriek. En het is een hele berg. Marijke heeft, zoals jullie weten, natuurlijk heel veel maquettes gemaakt in het leven. Wij kregen na 3 weken een telefoontje dat bureau Hetzberg toch wel heel veel plek innam mee in het depot. Met het dringende verzoek langs te komen, dat hebben Marijke en ik toen ook gedaan, om een aantal maquettes weer retour te brengen. Dat heeft toen plaatsgevonden. Een soort Salomons oordeel over A- en B-werken. Maar ik liep daar rond en ik zag die voor mij zo belangrijke Sucheux, heeft mij enorm gestimuleerd, Sucheux-maquette daar zonder stofkant in dat depot staan. En in mijn ogen is dit zo'n belangrijk moment in de Nederlandse architectuur dat die opgenomen zou moeten worden in het moderne kabinet van het Rijksmuseum. Dus daar zou je eigenlijk een plek moeten hebben, want ik vind dit een monumentaal moment in de Nederlandse architectuur. Floris, jij hebt
op 1 november volgens mij op de Pier van Scheveningen een symposium georganiseerd waarin jij de agenda verkende van jouw periode als Rijkswoudmeester en ook veel verder vooruit keek van wat zijn de krachten die op ons land van toepassing zijn op dit moment en hoe moeten wij daarin acteren. Je had het daar heel erg over onder andere congestie. Wij moeten in Nederland af van het poldermodel van de Randstad, hè, alles een beetje hetzelfde, dat we toe moeten naar één metropool. Net zoals Londen, Parijs, moeten wij uitgaan, en Seth Hemel heeft er ook al heel veel over, dat Amsterdam de stedelijke regio gaat worden in Nederland. Ik vind dat een belangrijke notering. Ik denk ook dat je gelijk hebt. En dat betekent ook dat er randen gaan krimpen, Zeeland, Groningen, Limburg. Jij had ook wethouder Van den Burg van Amsterdam in een van je panels zitten. En die had het al over Amsterdam Rock. En dan bedoelde die de Hunebedden in Drenthe, Amsterdam Park, de Veluwe, Amsterdam Harbor en dat is dan in Rotterdam. Dus in Amsterdam is dat wel begrepen hoe ze... Als ik puur even naar mijn eigen carrière kijk, dan ben ik hier opgegroeid. Ik werd aangetrokken tot die metropool in Wording. Kwam uiteindelijk op een architectenbureau terecht en zit daar nog steeds. Als we naar Tom kijken, waar ben je Tom? Tom is een medewerker van ons, die komt uit het Groene Hart. Hij is begonnen naast zijn studie ook als metaalwerker, hij is soms heel handig. En is uiteindelijk eerst naar de MTS gegaan in Utrecht, maar uiteindelijk ook terechtgekomen in Amsterdam op de HTS. Bij een leuk bureau gaan werken en zijn generatie kan geen woning meer krijgen in Amsterdam. Dus het volgende gaat gebeuren. Hij heeft een hele leuke vriendin in Rotterdam. Ze zullen daar gaan samenwonen. En hij zal in die nieuwe metropool zal hij gaan forensen met de Intercity direct als hij rijdt. Je zal vaak te laat komen, vrees ik, maar dat is dan even zo. En tot slot Francesca en Rebecca. Twee dames uit Italië, de ene uit Parma, de andere uit Ravenna. Ze gingen studeren in Milaan en in Bologna. En uiteindelijk onder druk van de Italiaanse economie lonken ook zij naar het westen van Nederland, waar zij ook een leuk bureau vonden en uiteindelijk bij ons nu een langere tijd in dienst zijn. We zijn daar heel blij mee. Het tweede wat jij noteerde is dat Nederland helemaal niet meer planbaar is. Je beschrijft dat het bouwen en ontwikkelen in Nederland eerder een natuurverschijnsel is dan dat het nog een planbaar, we denken altijd Nederland een planbaar is, maar jij zegt het is een natuurverschijnsel, je moet surfen op een soort vloeibare wereld. Als je kijkt naar, het is voor mij een heel belangrijk boek, Een Nieuwe Wereld van Auke van der Woud, daarin hij beschrijft 20 jaar, 1446 tot 1466, waarin ons hele land veranderde. We kregen een nieuwe staatsbestel, we kregen een nieuw grondwet, het land werd ingemeten, de rivieren werden gedwongen, de spoorwegen werden aangelegd en de telefonie werd aangelegd. In 1866 was ons land totaal anders, maar het was een modern land, het was een moderniteit. In dat land woonden ook moderne mensen en als je kijkt naar de identiteit van de moderne mens, dan was het een materialist die zijn identiteit in grote mate ontleden aan datgene wat hij bezat. Je ziet daar een voorbeeld van. En het leven was een lang speelplaat, het was eigenlijk vooraf al gepland, je begon links en uiteindelijk kwam je daar uit. We leven nu in een hele andere tijd en dat past helemaal in jouw verhaal van dat het niet meer planbaar is, dat het vloeibaar is en dat we moeten veel meer interactief moeten surfen op wat er om ons heen gebeurt. We leven in de postmoderne tijd, ik vind de Amerikaanse term de creative world eigenlijk veel toepasbaarder, met de creatieve mens niet meer zijn identiteit aan de materie ontleent, maar veel meer aan datgene wat hij maakt, wat hij creëert. En dat vind ik eigenlijk ongelooflijk interessant. Hier zien we een goed voorbeeld, hier ook een Metti, maar ook de hele, hoe wij geïnformeerd worden is natuurlijk totaal veranderd. Was dat vroeger nog via één kanaal, tegenwoordig is ook dat vloeibaar geworden en hebben wij als mens ons echt uiteen te zijn. We hebben heel veel vrijheid gekregen, we hebben heel veel mogelijkheden gekregen, maar het stelt ook hele hoge eisen aan ons als mens om iets van ons leven te maken. Het is niet meer voorgeprogrammeerd zoals het vroeger was. Het leven is dus geen langspeelplaat, maar het leven is een cassettebandje waar je zelf kan bepalen wat je erop zit.
Als we kijken hoe AAH de afgelopen 10 jaar heeft geacteerd in dat krachtenveld, dan kun je zien dat wij in het hele land gebouwd hebben. Dus niet alleen in waar de congestie gaat plaatsvinden, maar ook in die gebieden waar juist krimp gaat plaatsvinden. En hoe groter het cirkeltje, hoe groter het gebouw is, alles wat wij opgeleverd hebben in 10 jaar met elkaar. Dit zijn onze onderwijsgebouwen geweest, dit zijn onze universiteiten daarin, kantoorgebouwen, theaters, transformatieprojecten, veiligheid, vooral brandweerkazernes, stedenbouw, vooral woonwijken, villa's, eentje van Patrick in Bergen, maar allemaal in Noord-Holland. En vervolgens nog wat zorg, retail, warenhuis en assen, sport en het tweede industrieproject bij de Amsterdam. En waar ik heel trots op ben, is een aantal dingen in het buitenland gedaan en vooral de school in Rome, waar Herman, Cor en Andrea heel hard aan getrokken hebben, maar het is toch heel bijzonder dat wij als bureau een echte grote school met Hollandse principes hebben weten te realiseren in Rome. Ik vraag niet hoe, maar het is gerealiseerd. En daar ben ik heel, heel trots op dat ons bedrijf dat voor elkaar heeft gebracht. Afrondend, als we kijken, dit is wat wij op dit moment onder handen hebben in ons bureau. En als we even kijken naar de transformatie, dan zien we twee grote cirkels. De rechter is het centraal beheer. De linker is het ministerie van Sociale Zaken. Beide staan leeg, beide zullen getransformeerd worden. En als we even naar het ministerie kijken, dan zien we hier een excursie van Herman en mij. En, de excursie had een behoorlijk zware agenda. Wij moesten namelijk de snijlijn bepalen tussen het gedeelte wat nog gehandhaafd gaat worden en het gedeelte wat gesloopt gaat worden. Er is namelijk heel veel gaande. Hier zien jullie een modelletje van wat daar gaat gebeuren. Laan van Nieuw-Oost-Indië wordt Den Haag-Beatrix-kwartier. Dat wordt de ontsluiting van Den Haag-Noord, Voorburg en Leidschendam. Het is een enorm intercity station dus. Het is nu een heel lullig stationnetje, maar dat zal hopelijk de komende 10 jaar een keer een fantastisch nieuw station worden. Maar dat heeft tot gevolg dat waar nu nog een fort van het ministerie staat, er straks een stationsplein moet komen. Er moeten taxis, er moeten winkels, er komt 70.000 vierkante meter wonen, werken, noem alles maar op. Dus dat is en het moet een ontsluiting worden naar dat gedeelte van de stad. Dus je snapt dat er iets moet gebeuren. We zijn eindeloos bezig en Floris was de verkopende partij, dus we hebben met jou ook veel contact hierover. We vinden het niet erg dat er een gedeelte gesloopt wordt als de ziel van het gebouw, hè, zo'n binnenstraat met alles eromheen, maar gehandhaafd wordt. En dat gaat lukken. Het wordt dus een soort San Gimignano daar met nog een restant van het ministerie, maar wel een wezenlijk restant. Intussen zijn we alweer verder, maar de agenda is nog niet veranderd. Hier zien we Herman druk bezig met deze opgave. Hier heeft hij een AHA-erlevenis. Het is niet gespeeld, het was echt. En de schets die uit zijn koker kwam is dit. Voor de mensen die daar gewerkt hebben, ik hoop niet dat jullie schrikken. We zien nog het ministerie. En daarachter zit nog zo'n binnenstraat, dat blijft allemaal intact, die mooie trappen, al dat staalwerk. Maar er is een enorm nieuw programma wat daar overheen gaat. En eigenlijk vinden we het een ongelooflijk interessante hedendaagse ontwikkeling om zo met onze gebouwen te gaan. Ons bureau is uitgedaagd en wij gaan echt de toekomst in. En ik laat jullie tot slot het team zien waar wij mee dat gaan doen. Dank u wel. Ik geef dan nu graag het woord aan Ilko van Wely, nogmaals directeur NAI 010. De boeken, jij hoeft er geen plaatjes, dus ik geef jou het embleem van Piet Gerards en Maud als de achtergrond. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Zo. Ja, ik vertel mijn verhaal even met de boeken, dat ik een fysieke object vind. Beste Herman. Gefeliciteerd. Geachte aanwezigen, beste mensen, het is een eer om als uitgever van jouw werk, Herman, jou en u hier toe te mogen spreken. Ik doe het inderdaad als opvolger van Hans Oldenbarnes, die als 010 voorman veel langer met Herman heeft samengewerkt. En ik moet ook meteen Piet Gerards noemen, vormgever van dit fantastische logo, die ook al die jaren, en dat is inderdaad ook al zo'n 25 of 30 jaar,
met jou heb samengewerkt. Ik heb het stokje overgenomen en ben nu een paar jaar, mag ik bij jou uitgeven noemen, waar ik ontzettend blij mee ben. Heb dus ook een aantal boeken gemaakt. En dat zal, zoals ik het inschat, waarschijnlijk niet het laatste boek zijn. Er zal nog wel wat volgen. Wat betreft uitgeven leven we denk ik in een hele interessante tijd. Waarbij je ziet dat de rol van boeken en van publiceren aan het veranderen is. En zeker ook de rol van het publiceren over architectuur. Architectuurpublicatie is altijd een heel belangrijk onderdeel geweest van het Nederlandse architectuurklimaat en discours. En het bedient zich nu van een veelheid van media, zoals we dat zien. Een monografie die al dood is verklaard, maar het boek bestaat nog. Maar ook van blogs, online, in print, gedrukt op allerlei manieren, TED Talks. Het boek is daar, heeft daar een hele andere rol in gekregen en dat zal nog wel veranderen. Dus de positie van het boek, van publiceren, de verschijningsvormen daarvan zijn onderhevig. En het vraagt ook om een nieuwe definitie van wat een architectuurpublicatie is, van wat publiceren over architectuur is. En vormen die uitgaan een nieuwe relatie. Het is een hele interessante tijd. En ik denk dat er een analogie te maken is met Hermans definitie van structuralisme, die daar een goede metafoor voor biedt. En die paradox van ordening die vrijheid genereert en de vruchtbare wisselwerkingen tussen die aangeboden vorm en het interpretatieve gebruik daarvan, dat zul je denk ik ook terugzien in publicaties die een andere vorm kunnen krijgen. Maar het gaat uiteindelijk om de ordening van gedachten, van tekst, van tekst en beeld, het aanbrengen van structuur, kortom het proces van editing, denk ik dat bepalend is voor een architectuurpublicatie, die zich daarin ook kan onderscheiden van andere vormen waarin architectuurdiscours wordt gevoerd. Dus het proces van ordenen, kiezen, combineren, componeren, schrappen van tekst en beeld, die een structuur geeft aan een architectuurpublicatie, los van uiteindelijke vorm waarin zich dat manifesteert, of het nou digitaal of gedrukt is. Dat geeft zijn vrijheid en ook zijn betekenis. Dus editing, edited content, dat is denk ik wat een architectuurpublicatie zal blijven zijn, wat een publicatie zal blijven zijn. En ik denk dat je daar, en dat veld ook laat zien, een hele goede en een ongelooflijk invloedrijke acteur zijn geweest. In Nederland, mensen die hebben gestudeerd, kennen het werk allemaal, maar echt ook in de wereld. Het zijn 15 of 17 talen waarin jouw werk is verschenen. En het is een ongelooflijk groot belang geweest. Publiceren over architectuur is altijd verbonden geweest met de Nederlandse architectuurpraktijk. We hebben denk ik een hele sterke publicatiecultuur. Al eigenlijk sinds de opkomst van het modernisme, sinds de stijl en de jaren van acht in opbouw. En sinds zijn toetreden tot de redactie van Forum, dat was al in 1959. Herman als schrijver over architectuur is inderdaad een van de meest invloedrijke architectuurpublicisten of schrijvende architecten geworden. Met, zoals ik al zei, vertalingen over heel de wereld. Bovendien, dat is één aspect, een ander heel belangrijk aspect is natuurlijk lesgeven. Hij was van 1959 tot 1969 nog veel langer docent aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam, hier, hoogleraar aan TU Delft en allerlei gastdocentschappen over heel de wereld. Daarnaast is er natuurlijk het gebouwde oeuvre dat helemaal geen introductie behoeft. Dus er is een loop, denk ik, van schrijven, lesgeven en bouwen, die drie pijlers zijn van het werkende leven van Herman, die elkaar voortdurend versterken en een soort van feedback loop maken, zoals ik het zie. Met een soort van regenererende werken. Constant jezelf voeden door studie, het opnemen en dan weer doorgeven in lesgeven en uiteindelijk realiseren in gebouwen. Een soort van levendbrengend, continu proces. Misschien is dat nog wel wat maakt dat je nog steeds ook vitaal. Opvolger van uitgeverij 010. Een aantal boeken gemaakt, niet zo heel veel, niet zoveel als Hans. Maar die zei, als jij nou beperkt op de twee boeken die jij nog maakt gegeven, ik heb het 5 jaar geleden al gedaan, daar moet ik nog iets, er waren iets meer Hans. Waar natuurlijk het laatste boek van hem over het structuralisme in twee talen. En daarnaast de monumentale monografie van Robert MacArthur. Een heel ander soort boek, want het is een boek dat niet Herman heeft geschreven, maar dat over Herman ging. Waarin hij ook zichzelf op een heel andere manier tot het boek moest verhouden. Maar ook The Future of Architecture.
een boek met een paar behartenswaardige woorden over wat architectuur kan zijn in de toekomst. Publiceren over architectuur. Ik vroeg aan Hans, want die heeft ook het grootste deel van het werk met Herman meegemaakt, van wat is dat publiceren met Herman? En Hans noemde onmiddellijk eigenlijk een enorme drive om je visie op architectuur uit te dragen. Het verhaal van die andere gedachten constant uit te dragen in de wereld. En de relevantie voor de huidige post-super-Dutch generatie ligt denk ik voor een groot deel in het benadrukken van gebruik en ervaring voor het gemedialiseerde beeld dat architectuur vaak heeft. Het is dus geen architectuur om te publiceren in online of in glossies of wat, maar publiceren om architectuur te maken eigenlijk. Ik denk dat dat misschien jouw verhouding tot publiceren het beste kenschetst. Hermans nadruk op ervaring van ruimte door gebruikers en ruimte niet als een abstract formeel begrip, maar als een grootheid die alleen waarde en betekenis krijgt door de ervaring en de gebruikers van die ruimte. Dat is heel belangrijk. Vandaar ook dat beelden in de boeken van Herman vrijwel altijd mensen tonen in de gebouwen en specifieke situaties in geleefde gebouwen, scènes en acties. Altijd in de actie van mensen en gebouwen. En dat was ook wat Piet Gerards noemde toen ik hem belde en zei: wat vind jij van het maken van boeken met Herman? Wat was jouw ervaring? Wat is een Herman-boek? Nou, een Herman-boek is vooral een boek waarbij er geen strikte scheiding is tussen tekst en beeld. Kort gezegd, je ziet wat je leest en je leest wat je ziet. En daar zit denk ik ook weer die didacticus in, dat college-dictaat, wat de kern is van veel van zijn latere boeken ook. Je illustreert wat je zegt, je moet zien wat je leest. Dat zijn echte Herman-boeken. Schrijven en publiceren zijn dus echt constante manieren om constant te studeren en het constant verzamelen van referenties en indrukken in die bibliotheek in je hoofd die je oplossingen in je werk aanreiken. En dat levenslange proces, dat is eigenlijk wat je positie bepaalt. En daarbij is het ook interessant te zien dat Herman echt een dubbeltalent is in die zin dat hij visueel denkt als een architect, maar ook een heel goed gevoel voor taal heeft. Dat is niet vaak denk ik nog gezegd, maar het viel mij op bij het lezen en editen van teksten van Herman dat ze enerzijds heel formeel, informeel zijn. Veel gebruik van je ideeën in je hoofd, maar daardoor juist heel ongehinderd kunnen doordringen tot de kern van de zaak. En dat vind ik een hele mooie manier. Dus in één keer is het heel makkelijk leesbaar en informeel, maar het is buitengewoon precies en heel goed doordacht. Het laat zich, omdat het in feite vrij verhaallijk eenvoudig is, ook makkelijk vertalen. En er zijn dus ook hele goede vertalingen, maar dat heeft ook mee te maken omdat je zelf die vertaling ook heel goed volgt. Dus, maar dan krijg je dus, om een voorbeeld te noemen, citaten als "An architecture goes hand in hand with optimism and the expectancy of an advance of human dignity as a matter of principle." Ik vind het buitengewoon helder en in één keer tot de kern doordringen. En zoals je het kun je ook makkelijk vertalen, dan blijft het heel goed overeind. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is dat het werk van Herman zo invloedrijk kan worden en ook in zoveel talen gelezen wordt nog altijd. Ze wordt nog steeds gelezen, herdrukt, vertaald, ook door jonge architecten en studenten architectuur in dus de hele wereld. Over de vorm waarin dat gaat gebeuren in de toekomst, daar kunnen we eigenlijk nog niet zoveel op met zekerheid zeggen, maar dat ze zullen worden gelezen, blijven gelezen, dat lijkt me zeker. Want het geschreven oeuvre van Herman is minstens zo duurzaam als zijn gebouwde. En uitgeschreven is hij ook niet. Dus ik eindig ook als wens en als verwachting dat er nog heel veel publicaties van jouw hand mogen volgen. En ik verheug me erop om die te mogen uitgeven. Dus nogmaals, proficiat en dank u wel. Elko, enorm bedankt voor dit inspirerende verhaal. Ik weet dat er nog zeker 3 boeken op stapel zijn, dus dat jullie weten, komt u nog wel even langs. Ik geef nu graag het woord aan Floris Alkema, onze energieke reisbouwmeester, mag ik wel zeggen.
Allereerst gefeliciteerd natuurlijk. Het woord structuralisme is al een paar keer gevallen. Ik weet dat Herman daar min of meer overheen gegroeid is als stijl. Maar toch kon ik het niet laten om toch even op terug te grijpen. En ik wou eigenlijk het structuralisme op Herman zelf loslaten. Dus ik heb die 85 jaar waar het nu over gaat, heb ik volgens de regels van structuralisme ontleed in kleinere vergelijkbare eenheden, namelijk die van de week. En 85 jaar komt overeen met 4435 weken. En het veld wat ik hier heb opgebouwd zijn 4435 blokjes. Dus ieder blokje staat voor één week uit die 85 jaar. Dus, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vond 85 jaar vond ik heel wat. Maar als ik die 4000 weken zie, denk ik van eigenlijk valt het dan wel weer mee. Misschien is dat een eigenschap van het structuralisme waar nog niet voldoende onderzocht is. Het feit dat het wel mee lijkt te vallen is misschien zowel verontrustend als bemoedigend. Maar het is natuurlijk niet alleen de eenheid. Hè. Het andere is de structuur zelf. En ik heb vaak dat ik foto's zie die mij totaal iets anders vertellen dan wat de fotograaf bedoeld heeft. Zoals in dit geval. Hè. Daarvoor vreselijke omstandigheden, afschuwelijk wat daar gebeurt. Tegelijkertijd, als ik dan zo'n foto zie, kan ik niet ontkomen aan een soort vreemde, oogverblindende esthetiek die ook naar boven komt. Die kranen, hè? Iedere kraan een eigen rij. Blijkbaar doen de kranen het nog niet, dus mensen moeten wachten. Maar de manier waarop dan ineens zo'n structuur en dat hele grote niets ontstaat. Maar ook hoe die mooie Afrikaanse potten hand in hand gaan met een soort plastic kannen die bij ons op de vuilnisbelt zouden behandelen. Maar ook hoe dan juist op die plastic kannen een soort noblesse krijgen door zo'n structuur. Ik herinner me dat toen ik deze foto zag, dat ik razendsnel teruggeworpen werd naar mijn tijd op bouwkunde. Het gebouw waar een hele generatie architecten natuurlijk is opgegroeid. En een gebouw met veel ruimtelijke eigenschappen. Maar voor mij was de studietijd een feest, omdat ik daar eigenlijk de twee leraren ontmoette, de twee beste leraren die ik ooit gekend heb, van Eyck en Hertzberg. Die met een zekere overlap daar les gaven, waarbij van Eyck in mijn tijd alweer aan het afbouwen was en Herman colleges gaf die echt fenomenaal waren, waarvoor je speciaal ook uit je bed kwam. Zeg maar. Wat in mijn persoonlijke leven heel wat betekent. Maar wat ook opviel toen al bij de colleges is het feit dat er heel veel overeenkomsten waren tussen Van Eyck en Herman, maar dat er ook heel duidelijk Herman een eigen weg aan het zoeken was. Iets wat duidelijk werd in zijn verhalen, in zijn projecten. En wat we met de kennis van nu eigenlijk vrij goed kunnen aflezen. Ook aan de fenomenale bakkenbaden van Herman. Hè, die duidelijk aantoonden van een andere weg. Maar wat ze allebei gemeenschap hadden, was denk ik wel die behoefte om architectuur te zien als een maatschappelijke opgave. Het idee dat wat je bouwt een onderdeel is van hoe je de maatschappij ziet, hoe je de maatschappij leest, analyseert en mogelijkheden moet bieden, het collective behavior. Maar bij Herman vond ik altijd het interessante dat het verder ging. Laurens Jan noemde al even de derde dimensie, een belangrijk element. Maar ook die behoefte om de vrijheid in de structuren op te nemen en ook de mogelijkheid tot verandering. Dus dat vond ik een bijzonder interessante delen die daarin kwamen, waarbij natuurlijk de projecten een taal spraken die zo overtuigend was en ook zo emblematisch, dat alleen daar al door de colleges ook weer een extra inhoud kregen. Maar goed, de tijd schrijft voort en geen enkele stijl heeft absolute waarde. Geen enkele stijl zal zich op een gegeven moment op een eindpunt bevinden. Iedere keer zal er een nieuwe ontwikkeling zijn. En dat was natuurlijk ook wat we in het werk van dit bureau hebben gezien. Die plotselinge vernieuwing, die verrijking. En ineens een heel ander discours. Verrassend, verrijkend, prachtig om te zien.
En dat is natuurlijk wat tijd doet. Je krijgt andere inzichten, andere overtuigingen, je verrijkt je eerdere inzichten. En niets wat vorm heeft, zal eeuwigheid hebben. En dat is iets wat een hele generatie architecten natuurlijk ook heeft meegemaakt. Dat vreemde gevoel dat je heel goed de weg kent in een gebouw dat er niet meer is. Hè? En Rudy Karsbroek zei al, eigenlijk moeten we daar nog eens een woord voor vinden. Maar dingen verdwijnen en dat is natuurlijk iets wat de tijd doet. Dat op het moment als je al zoveel weken hebt ingekleurd, dat je niet alleen de toekomst ziet, maar dat op een gegeven moment je verleden je ook weer aanspreekt. Hè? En dat is natuurlijk precies wat er gebeurde met het werk. Het vroegere werk, wat allemaal aan een soort herijking toe is. Ik ben zelf lector hier op de academie, de tabula scripta, heet mijn lectoraat. Het doorwerk op wat er is. En ik probeer mijn studenten te leren dat transformatie evenveel creativiteit als niet meer creativiteit vraagt dan nieuwbouw. En dat zie je denk ik heel goed hier ook in dit werk. En Herman en de bureau gaan daarin veel verder dan wat mijn studenten tot nu toe durven. Renovatie, transformatie, wil niet zeggen van dat er niets kan veranderen. Dat totaal herdenken, uitgaande van wat er is, dat daar zit een kwaliteit in. Hè? En dat is ook, het werd net al even genoemd, we kunnen de toekomst niet lezen, maar ik denk dat het vrij helder is dat de toekomst voor een groot gedeelte een transformatie zal bestaan. En in die zin komen we elkaar nu af en toe tegen bij een aantal projecten waar ik mee mag kijken van hoe kunnen we die projecten de goede baan inleiden. De Centraal Beheer Apeldoorn, het emblematische project waarbij nu plannen gemaakt worden om daar een soort glazen handschoen omheen te trekken, waardoor het hele gebouw totaal andere betekenis en mogelijkheden krijgt zonder zijn architectonische kwaliteiten te verliezen, een soort verrijking die erin zit. Transformatieprojecten zijn ook projecten die veel van het zenuwgestel vragen. Die zijn dat voortdurend hoop, vrees, elkaar in een onvoorspelbaar ritme opeenvolgen. Dus voortdurend testen van, kunnen we dit voor elkaar krijgen? En daar een grote bewondering voor hoe Herman daar optreedt met de lenigheid van geest, maar ook de lenigheid van de tong. Het werd net al even benoemd, de teksten zijn helder. Als je met Herman praat, heb je altijd een beetje het gevoel alsof je met Johan Cruijff spreekt. Hè? Je begrijpt het niet helemaal, maar je hebt een enorme behoefte om het gelijk te geven. Dat is een onovertroffen kunst, hè? Omdat daarmee eigenlijk al die opdrachtgevers, al die ontwikkelaars, al die gebruikers die vooral problemen zien, een soort enthousiasme begeesterd raken, wat uiteindelijk nodig is om zo'n project overeind te trekken. En deze jongen, hè, en als je hem net al even zien wat voor richtingen dat ingaat, ik vond het interessant bij Centraal Beheer hoezeer daar de structuur zijn mogelijkheden heeft getoond. Bij dit gebouw heb ik het idee dat er een structuur in zit die eigenlijk veel meer mogelijkheden heeft dan dat in die functie van het ministerie naar voren kwam. Ik dacht even dat dit in het ministerie was, maar ik heb me totaal vergist. Maar wat ik grappig vind aan dit gebouw, is hoe het bijna als een magneet de hele wereldgeschiedenis naar zich toe heeft getrokken. Het ontstaan in de tijd van de sociaaldemocratie, waarbij de ambtenaar, de verzorgingsstaat, zijn positie innam. Eelco, als je nog een goed onderwerp voor een boek zoekt, een diepgravende studie naar de ambtenaar. De keuze van de brugnaturen, de kapsels, et cetera. Daar is volgens mij alles uit af te lezen. Vooral zeg maar dat dingetje voor op het bureau, hè, waar je dan je pritstift en je peperknips. Het ultieme hoogtepunt van absolute lulligheid. Die ook in dit gebouw plaatsvond, hè? Dat ambtenarenwereld, maar ook dit, hè? Ineens een soort grimmige zijde, die aanslag van Rara in 1993, dat is een bomaanslag. Maar ook dit, hè? De langzame maar gestage afbraak van de verzorgingsstaat, ook daar was het gebouw de koor voor. En toen die leegstand, ineens allerlei zaken
kasten eruit gesloopt werden. En weer een ander deel van de wereldgeschiedenis die plotseling hier in dat gebouw landde. De vluchtelingen die ineens het ministerie introk. Het is weer een totaal ander gebruik. Vreemd, bizar. En ik vind dat ook wel een kenmerk van zo'n structuur. Dat het als een spons voortdurend andere identiteiten aan kan nemen. Die verandering die het mogelijk maakt. Waarbij wij dit nogal schrijnend vonden. Dus we hebben op een gegeven moment samen met de Stoutjesdijkers gekeken van kun je niet een soort elementen maken die in één klap zo'n kantoorruimte tot een woonruimte maken. Met een douche, et cetera, en alles erin. Maar wat mij vooral bezig hield, is van kun je die structuur nou uiteindelijk verrijken, beter inzetten. Ik weet niet of ik de enige ben, maar misschien zijn er meer. Maar ik zie eigenlijk altijd verwantschap tussen het werk van Herman en zijn pogingen en dat van Constant Nieuwenhuis. Dat die gymnastiek van de structuren. En dan de structuur inzetten om te kijken van kun je daarmee vrijheden scheppen die niet ontstaan op het moment dat je zo'n structuur niet goed doordacht hebt. Dus we hebben inderdaad het ABR, het werd heel even genoemd al in het begin. We hebben in 2016 als atelier Rijksbouwmeester hebben we meegedaan. En omdat toen dat verkoopproces speelde, hebben we sociale zaken eigenlijk tentoongesteld. Maar dan de structuur vrijgemaakt. Een soort directe verwijzing naar, dus op de plattegrond van sociale zaken, niet de structuur van sociale zaken. Maar in de taal van Constant Nieuwenhuis. Een bewerking waarbij we een manifest in drie dimensies toonden. Eigenlijk vooral het verlangen om die structuur goed in te zetten. Een proces ook weer met veel vraagtekens. Wat blijft er, wat gaat er door? Hoe kun je dat een nieuwe betekenis geven? Nu wordt er vrij veel uitgesloopt. Er komen allerlei nieuwe zaken bij. Eerlijk gezegd vind ik dat toch wel jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat er meer toekomst in het gebouw zelf zou kunnen zitten. Maar het is een speelbal. En ik ben de verkopende partij, maar dat je verkocht hebt, heb ik niet meer zoveel te zeggen. Waar het mij om gaat is denk ik, als ik kijk naar het werk van het bureau, dat er dit altijd uitspreekt. Ik moet nog even bekomen van de slag die me zojuist is toegebracht door Laurens Jan, door mijn beide spectacularisten te noemen, te positioneren en in het kamp van zijn vemel te zetten in dezelfde ademstoot. Dus ik ben een is het middags heel anders geworden dan ik me het voorstelde. Maar wat mij aanspreekt en wat mij ook als Rijksbouwmeester aanspreekt is die sociale agenda. Ik denk dat daar een sleutel in zit, zeker omdat onze maatschappij zo ontzettend veranderd is. Wat is dat gemeenschappelijke wat we hebben nu? Allerlei nieuwe vormen van devotie ons steeds individueler maken. Maar ook dit, hè, hoezeer onze maatschappij langzaam maar zeker een soort wantrouwen en een soort angst krijgt die geïnstitutionaliseerd wordt en waarbij we steeds meer dit soort situaties zien. En dat niet alleen, maar dat we ook steeds meer dit soort situaties normaal beginnen te vinden. Het krijgt een soort grimmige kant waarvan we ons bewust moeten zijn. Ik heb in deze twee beelden even geprobeerd de hele wereldgeschiedenis van architectuur samen te vatten. Met een duidelijke morele boodschap. Je bent Rijksbouwmeester of je bent het niet. Maar dit is wel een tendens die ik zie. Een architectuur van totale, alzijdige openheid, die een cultuur vertegenwoordigt, naar een cultuur waarbij alle architectuur gericht lijkt te zijn op het uitsluiten, steeds meer afscheiden. Dit zijn twee uiteinden van het spectrum, misschien beide goede gebouwen natuurlijk, maar toch, hè, wat voor kwaliteit zit er in de architectuur en de cultuur die we vertegenwoordigen. Dat is in ieder geval de les die ik leer van Herman en die uiteindelijk denk ik de essentie is die steeds verder naar boven komt in onze tijd. Dat die cultuur van vrijheid en verandering niet een extra laag is die je toevoegt, maar uiteindelijk de echte essentie vertegenwoordigt van wat het vakgebied in zou moeten houden. Daarin is Herman onze grote roerganger, als ik het zo even mag noemen. Afsluitend,
ik zei al, die 85 jaar, het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor nog, hè. Daar kan best nog wat aan gewerkt worden. Maar tegelijkertijd, ik kan me voorstellen dat je andere ritmes zoekt. Hè? Dat terugbrengen van je werkweek naar 4 dagen is al een behoorlijke stap. Hè? Maar ik ga ervan uit dat de kleurdoos nog lang niet leeg is. En toen kwam er ineens iemand, die kwam
met een bouwhelm aan. Die zei dat hij begreep dat het natuurlijk niet te doen is om een bekisting van de dingen te betalen. Dat is allemaal low budget werk. Dus dat idee dat er dan iemand komt en die een bouwhelm op tafel legt, zodat het dus eigenlijk een mal voor niks hebt. Kijk, dat is het eigenlijk het werk, dat is waar het om gaat. Dat je elkaar inspireert en dat je dus op de een of andere manier dus samenwerkt. Ik heb het motto voor dit praatje, heb ik ook niet zelf bedacht, want dat kwam weer uit de koker van een kleinzoon, in dit geval Thomas, die dat helemaal gezegd van binnenlopen, jij ga je ook nog wat zeggen. Ik zeg ja, ik weet ja, ik ga wel wat zeggen, maar ik weet eigenlijk nog niet meer over. En toen heeft hij mij eigenlijk geïnspireerd om dat idee van andere ogen, als bijvoorbeeld, je ziet op alle plaatjes overal, zie je die andere ogen. Dat je dus inderdaad ogen moet hebben die op allerlei manieren kunnen kijken. Dit is het meest verschrikkelijke plaatje wat je je kunt voorstellen. Het is werkelijk een onvoorstelbare toestand die eigenlijk de ellende en de ruïne van onze wereld weergeeft. Maar het is toch een prachtig plaatje. Hoe kan het? Er is iets mis aan onze ogen. Er is iets mis aan onze ogen dat we deze verschrikking een prachtig plaatje kunnen noemen. Dat is blijkbaar ons esthetisch gevoel, ons gevoel voor schoonheid, is dus verraderlijk. Verraadt ons volledig. En die twee arme kinderen die daar zitten, die daar moeten overleven in deze barre situatie. Maar kijk, zoals ze kijken. Kijken eigenlijk heel optimistisch, heel gelukkig. Ze kijken helemaal niet als van wat is er met ons voor iets vreselijks gebeurd. Daarin kun je dus eigenlijk zien het optimisme, de mogelijkheid dat het steeds meer verder gaat en dat het steeds meer ook weer misschien goed komt. Dit is het eindige aanpassingsvermogen van de mensen. Ik geloof, dit is niet mijn vak, dus ik moet een beetje uitkijken, maar er is werkelijk voor mijn gevoel geen eigenschap van de mensen, van de mensheid, sterker, groter, belangrijker dan ons aanpassingsvermogen. En daar moet je mee oppassen, want dit is natuurlijk ook een hele leuke plaats. Maar in feite zijn het ook weer mensen die zich aanpassen aan de situatie. En wat dat betreft is het voor architecten een rotplaatje. Dat is precies wat je als architect niet, waar je als architect niks aan hebt. Het is een beeldschoolplaatje. Dat is al 50 jaar oud, maar doet het nog steeds. En dat laat ook weer zien op een iets wat andere manier hoe mensen zich steeds aan de wereld aanpassen. Wat aan mijn gevoel architectuur moet doen, is precies het omgekeerde. Voor mij kan architectuur voor mij samenvatten als je moet zorgen dat je aan de mensen aanpast. En zorgen dat niet de mensen zich aan jouw bouwsels en aan jouw dingen moeten aanpassen. Dat is dus eigenlijk waar het om gaat. En dat is werkelijk de taak van de architect. En dit is dus het omgekeerde plaatje. Dit is, ik noem het architectuur, die als het ware inspireert, die mensen inspireert. In dit geval heeft een zoon van mij, die daar dus eigenlijk het symbool vertolkt van dat je als architect eigenlijk dat ik ben op het spoor gezet. Wat je moet maken is een sokkel, zodanig dat de mensen daar zich
kunnen manifesteren en hun werk kunnen laten zien wat ze waard zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Architectuur is voor mij toch een manier om tegemoet te komen aan de mensen, om situaties te maken waar de mensen zich in dit geval thuis kunnen voelen. Het maken van iets waarmee je dus tegen de wereld kunt. Anne van Dijk heeft altijd gezegd, architectuur is eigenlijk is to assist man's homecoming. En dat is een half verhaal, want thuiskomen is één ding, maar thuiskomen, dan zit je met vuur en dan val je in slaap met een brandje erbij. En dat brengt de mensheid niet verder. Dus dat is een van de dingen die ik altijd, de discussies die ik met Aldo heb gehad, is dat er één kant, één pool is to assist mens homecoming. De andere pool is dat mensen op avontuur gaan, dat ze het gevaar zoeken en dat ze dus, zoals de migranten op het ogenblik met inzet van hun leven, op weg gaan om te proberen een nieuw bestaan op te voeren, uiteindelijk toch weer ergens thuis te komen. Dus in die zin heeft Aldo als ultieme situatie is het thuiskomen, maar het stevens over ondergang. Dus aanpassing aan de situatie waar je terecht komt, is natuurlijk het belangrijkste punt. Dit is mijn grootste verdriet in mijn leven, is dat het gebouw voor bejaarden, de Driehoven, dat afgebroken is. En mijn verdriet is niet om die architectuur, want architectuur is natuurlijk op zich onbelangrijk. Want die stukken beton en zo, daar gaat het niet om. Maar hebben we dus een plek weten te maken. Dat hebben we niet zelf bedacht. Het is namelijk een opdracht geweest van mensen die daar heel verstandig over dachten. Onder andere nog Ben Sayed, voor de mensen die die naam nog iets zegt. Ik zie één persoon en dat waren mensen die eigenlijk de hele gedachte van de zorg op poten hebben gezet. En het idee was dat al die mensen daar bij elkaar waren in een soort van overdekte stad, waar ze een café hadden, een borrel konden drinken, een winkel hadden, een bibliotheek hadden, een wasserette hadden. Er waren vogels die irritant waren, waar ze dus een doek overheen moesten leggen, zodat ze geen lawaai maakten. En er waren concerten die wij overigens organiseerden. En er was van alles. Nu zijn die mensen door een ander zorgsysteem, doordat het allemaal door de verzekering op persoonlijke wijze worden gefinancierd en dat dus het Rijk niet meer zo'n gebouw financiert, zijn ze allemaal in prachtige flatjes met een touwtje als ze zich niet lekker voelen en zitten ze allemaal alleen. Waar ik pijn van heb, is dat een stuk cultuur wat in feite dus de vereenzaming, wat een steeds groter probleem was, in feite te lijf ging en waar wij aan mee mochten werken om dat op de een of andere manier op poten te zetten, dat gewoon afgebroken is. Dus ik blijf optimist, maar de cultuur wordt niet in alle opzichten meegemaakt. En dit is voor Isaac Salomos, die hier niet aanwezig is, die deze foto maakt. En dit is zoals
uiteindelijk de herinnering al is overgekregen. Dus het gaat helemaal niet om architectuur. Architectuur is een middel, is geen doel. Ja. Maar het is toch wel pijnlijk als het doel op deze manier wordt volwassen. Nou, dit is natuurlijk in feite geen nieuws meer. Dat heeft Floris Alkemade al verklapt. Maar het betekent inderdaad transformatie. Floris heeft ongeveer 5 minuten van mijn verhaal reeds overgenomen. Dus dat ik even wat gaan. Vlug kunt u vlugger naar de drank toe. Maar het gaat allemaal om transformatie. En wat ik dus in de tijd tot mijn eigen verbazing blijkt goed gezien te hebben, is dat je geen gebouwen moet maken voor specifieke dingen. Dat al die specifieke gebouwen, ook dat prachtige ding van Gehry dat jij niet ziet, dat ze daar allemaal op een bepaald moment mee in de maag komen te zitten. Maar dat je een gebouw moet maken die dus steeds weer op andere manieren kunnen worden ingezet. En ik hoop in mijn leven te mogen meemaken dat we dus kunnen aantonen dat wat een burg kantoorgebouw was, dat een fantastische woonstad zou kunnen worden. Een overdekte woonstad. En je ziet dat die space units, zoals die ontworpen zijn voor saaie kantoormensen, dat er allemaal woningen kunnen worden. En dan moet je zich voorstellen, ja, het probleem is natuurlijk voor de projectontwikkelaars dat hier veel te weinig netto in zit. Er zit een gigantische overgang in. En dat hebben we toen kunnen realiseren. En dan beginnen ze nu wezenlijk moeilijk over te doen. Maar mijn gedachte is dat dit een stad kan worden waar dus niet gewoon woningbouw, blokjes met woningen, maar dat alles wat je nodig hebt, daar in een compacte eenheid bij elkaar zou kunnen komen. Maar ja, die woningen maken mensen die niet willen timmeren, toch gewoon wat van het mooie nabak hout tegenaan. Dat is verder geen probleem, daar zit ik niet mee, dat kan ook weer af. En het hoeft er voor mij niet af. Hier kun je prachtige woningen voor maken, iedereen die daar interesse aan heeft, die kan straks inschrijven. En het centrum, je ziet op dit plaatje hoe het was, dat mensen daar dus konden koffie drinken en mensen daar hun klanten konden ontmoeten en doorheen praten. En dat zien wij nu eigenlijk als een geweldige mogelijkheid om daar alles wat je in de stad wilt hebben te maken. En ook zo dat er ook iets van de verbinding tussen de mensen komt, met al die lullige blokjes die er vandaag de dag gemaakt worden. Dat zijn allemaal mensen, ja, ze zien elkaar met bij een barbecue in de tuin, dat is het mooie weer. Maar daar heb ik mee gehad, daar zit de hele sociale structuur is eruit, verdwijnt overal. Ik bedoel, ik ben niet-katholiek opgevoed, ik sta zeer ver van het katholicisme af. Maar, ik wil even zeggen, maar het idee van die parochies, dat was toch wat? Dat hield toch de mensen op de een of andere manier bij elkaar. Ik heb dus in Amerika ook nog gezien dat protestantse gemeenschappen, dat die dus ook elkaar vasthielden. En daar zat een sociaal structuur in. Ik had een uur over praten, maar daar hebben we geen tijd voor. Ik stel me voor dat in zo'n gebouw, dat daar ook weer iets van een sociale structuur zou kunnen ontstaan. Om even aan te geven wat daar voor mogelijkheden zijn. Dan moet dat ding het wel doen. Nee, dat ding moet het wel doen. Ja. Hebben wij ook gedacht, dat zou een spa in kunnen komen. Je zou daar op een prachtige manier een zwembad en allerlei mensen die dus daar heel erg gelukkig van zouden kunnen worden. Als je daar dus overruimte hebt, dan kun je al dat soort dingen doen. Ik bedoel, je moet alles doen.
tot en met zo. Dit zijn plaatjes die mij mijn hele leven eigenlijk, mijn hele werkzame leven hebben begeleid. Het is begonnen met dat ik heel toevallig, als door God gegeven, deze twee plaatjes naast elkaar zag liggen. Mijn brein was niet in staat om dat zelf te bedenken, maar ineens slaan die twee plaatjes in een rommel van dit is verrekt. Hetzelfde amfitheater, wat in volkomen tegengestelde manier is gebruikt. Dat is voor mij eigenlijk de, wat moet ik zeggen, aha, er leek niet, tenminste, dat ik dacht, je kunt een vorm maken die op totaal verschillende manieren wordt gebruikt, terwijl die uiteindelijk zo bedoeld is. Zo is hij gemaakt als een amfitheater. En in het amfitheater in Luca hebben ze er een ossobuco van gemaakt. Hè? En niemand lacht. en daarboven is het in de middeleeuwen is het een ommuurde stad geweest. Kijk, dat is transformatie. Transformatie, de ovale vorm blijft, die is steeds aanwezig en die wordt steeds op een andere manier ingevuld. Dat vlak van Picasso, die had juist precies het omgekeerde. Die had amfitheaters in zijn hoofd en die zag een ovale vorm. En die dacht, hey, ovale vorm, amfitheater. Echt fantastisch. Dit is de wereld van transformatie waar Floris Alkmaar over sprak, die wij ons eigen moeten maken, waarmee wij inderdaad nu gaan verder gaan leven. En waar ik me dus eigenlijk als een vis in het water voel, en daarom heb ik nog helemaal geen zin om op te houden. Dit plaatje spreekt voor zichzelf. En ik hoop dat jullie allemaal wat te drinken krijgen. En ik vind het nogmaals hartstikke fijn dat we hier elkaar allemaal weer terugzien. En ongelooflijk fijn dat jullie deze prachtige ruimte daarvoor hebben beschikbaar gesteld. Dankjewel. Hiermee komt onze reunie ten einde en gaan wij over in het feest. We horen de flessen al rinkelen, dus als het goed is krijgen jullie wat te drinken. En gaan verder op de binnenplaats van deze prachtige academie. Thank you.
opgraven en je verzamelt misschien wel eens wat. Dus misschien vind je deze oude troep ook wel leuk. Nou, geweldig leuk. Dankjewel. Wat Rietveld, jullie kennen Rietveld nog? Ja? Oké. Die was 59 jaar geleden, was hij 70 jaar. En toen stond hij op deze plek en hij zei, overbelast de samenleving niet. Daar is niemand bij gebaat. En bedenk dat niet alle rijkdommen der aarde van nature voor ons zijn ontstaan en op ons bestaan zijn aangewezen. Daarom zullen ze nooit onze welstand kunnen bevorderen, zonder veel bezwaarlijke consequenties die wel eens groter zullen kunnen blijken te zijn dan de voordelen. Leer de wilde der soberheid kennen. Leer de wilde der soberheid kennen. Dat is eigenlijk de boodschap. Rietveld was natuurlijk, ik bedoel, hij was ongelooflijke ziener om 59 jaar geleden, toen niemand over duurzaamheid sprak, om dat al te zien. En dat is dus wat ik als leermeester mij op de een of andere manier veroorloof van dit verhoogde standpunt nog aan jullie mee te zetten. Ik zou zeggen, neem nog een borrel. Ja. Dat heeft toen wat aan me gevraagd. Dat was erg. Je kon er niet meer. Dat wordt voor jou wel.